Ja. Ja. Maar ik realiseerde me dat met de uitleg vooral van dus die assignment-axiomen wel heel erg gefocust was op het basisidee en een beetje uit het oog verloren was de algemene rijkwijde en relevantie van het begrip substitutie. Ja, oh ja. Dus ik word. Huh? Dus dit is een beetje de nabespreking Ja. van net. Nou ja, een standaard stokpaardje dat ik als ik die substitutie uitleg met die in de context van die assignment axioma, dan mag ik altijd graag even uitweiden over het algemene, ja, wat ik al net zei, de relevantie van het begrip substitutie. Maar specifiek in deze context, dat je ziet dat het een directe brug is tussen enerzijds de notie van een toestandsverandering, zoals dat teweeggebracht wordt door een assignment, wat dus puur imperatief is, daar verandert iets, en dat wordt weerspiegeld door middel van een puur syntactisch iets. Dus je verbindt daarmee, of je. Ja, je verbindt daarmee eigenlijk twee werelden. De werelden van die toestandsverandering en anderzijds de wereld van de logica. En je kunt dus zeggen Ja. dat de substitutie daar een brug Ja, van is. dus wat je zegt is dat de logica beschrijft dat wat is in de Ja, toestand. ja. En daarvoor heb je een programma en dat Ja, verandert de toestand. precies. Ja, ja. En de substitutie. Laat dat mooi zien hoe je Ja. dat die toestandsveranderingen weer terug kunt brengen in de taal waarin je in de Ja. logica je Ja, toestand precies. uitdrukt. Ja. Ja, en wat je wilt is, je wilt die toestandsveranderingen, die wil je eigenlijk op een hoger niveau tillen. Namelijk, want die toestandsverandering, we gebruiken beschrijvingen van de toestanden. En we hebben één beschrijving van de begintoestand en we hebben een beschrijving van de eindtoestand. En nu willen we een relatie. Nu willen we de toestandsverandering eigenlijk beschrijven in termen van een relatie tussen de beschrijvingen van die toestanden. Ja, dus ja. Dus een relatie die beschreven moet worden, maar wat is die relatie tussen de bestaande beschrijvingen van Ja, begin- en ja, ja. eindtoestand? Ja, dus Hè? daarmee is die tweede beschrijving is Ja, een niveautje hoger. Ja. ja. Want Ja. je kunt zeggen, wat doet een assignment? Nou, die verandert in een toestand de waarde van een variabele. Oké, dan weet iedereen wat een assignment is. Maar nu willen we dat anders beschrijven, namelijk ik heb een preconditie, een beschrijving van mijn begintoestand en ik heb een beschrijving van mijn eindtoestand. Wat is de relatie tussen die beschrijvingen die correspondeert met die assignment, met die toestandsverandering? Ja. En nou, wat is de logische relatie die wordt gegeven dus door substitutie? Ja, ja, Door de ja. substitutie toe te passen op die postconditie, krijg je dus een beschrijving van de begintoestand. Dus daarmee lift je het niveau van toestandsveranderingen naar beschrijvingen van die toestand. En weet je toevallig ook wie daar als eerste mee is gekomen. Is dat bijvoorbeeld, want de Ja, dat zit hoorlogica niet. die hier nu behandeld wordt, komt natuurlijk van hoor, daarom is het ook daarna vernoemd. Ja. Maar waar was dit substitutieaxioma ook al in zijn eerste artikel daaromtrent beschreven? Ja, dat denk ik wel. Maar de vraag is inderdaad of er voordien door Floyd en in de. Die had nog niet zo'n compositioneel bewijssysteem zoals we nu verder gaan uitleggen. Maar die redeneerde in termen van flowcharts. Je had dus geen programmastructuur, maar meer algemene flowcharts. En met elke node was dan een assertie, werd een assertie gecorrespondeerd. En hadden ze ook verificatiecondities geassocieerd met elke instructie. Ja, je hebt de één node, er zit een assertie mee geassocieerd, dan heb je een instructie. En dan kom je in een volgende node en daar is ook weer een assertie mee geassocieerd. En verificatiecondities beschrijven dan ook weer de relatie tussen die beschrijvingen, zeg maar. Ja, Van die, maar of dat assignment axioma er al was in die context, ja, dat is interessant. Dat moeten ze uitvogelen. Ja. nou, is misschien een leuke opdracht voor studenten om
de boeken in te duiken en te kijken. Historisch geïnteresseerd bent, waar komt het vandaan? Wie in godsnaam die assignment axioma bedacht heeft, of bedacht heeft van, om die preconditie te genereren door middel van substitutie. Ja, dat is wel interessant. Ja. Oké. Ja, nou is dit genoeg voor de nabespreking of hebben we nog Nou, meer na te bespreken? ja, we kunnen nog verder gaan. Voor deze nabespreking hadden wij het nog even over de verdere reikwijdte van substitutie als algemene berekeningsmodel. Want we zien ook dat je hebt dus, wij focussen op correctheid van imperatief programma's, zoals ik in het begin al uitlegde. Ja. Maar er zijn ook andere programmeerstijlen als eigenlijk zijn er maar twee groepen, volgens mij grofweg. Je hebt de imperatieve programmeerstijlen en declaratieve. Hoewel je tegenwoordig ook wel allerlei hybride vormen hebt, maar grosso modo heb je die twee groepen. En Java, C++, C enzovoort zijn allemaal imperatieve programmeertalen. Maar je hebt daarnaast de klassieke, de declaratieve talen. En daar prominente voorbeelden daarvan zijn Prolog, als voorbeeld van een logisch programmeertaal. Want dus die declaratieve talen kun je weer onderscheid maken tussen logisch programmeerstijlen en functionele programmeerstijlen. En Prolog is een voorbeeld van een logisch programmeerstijl. En ja, Lisp is volgens mij ik ben niet echt een kenner hoor van functioneel programmeertalen, maar Lisp en ML volgens mij zijn veel gebruikte ook functionele Ja, en je programmeerstijlen. hebt Haskell natuurlijk ook. En Haskell, niet te vergeten, verderop ontwikkeld in Utrecht. Ja, zeer een relatief succesvolle programmeertaal. Ja. Bekende mensen die daarmee. Ja, Deutsche Vierstra was daar ook. Maar wie zijn eigenlijk de oerhebbers? Nou, ik weet dat Philip Wadler, als ik zijn naam goed uitspreek. Ja. Die heeft daar Oh ja. heel veel over te zeggen in ieder geval. Ik weet niet Ja. in hoeverre hij betrokken is. Maar bij de conceptie, Erik Meijer weet ik ook, is in ieder geval ook zo'n Oh ja, Haskell. Erik Meijer heeft trouwens ook heel veel YouTube-filmpjes. Ja, Die is. voor de luisteraars Ja. wil je je laven aan de uitspattingen van een markante Computer computer, Science. zei Ja, ik, ja, ja. dan raad Ja, ik je aan ja. op YouTube te Ja. zoeken naar Erik Meijer. Dat is Ja. wel aan te bevelen. Ja, hij heeft ook een keer in een video gezegd, dan geeft hij een hele presentatie en dan zegt hij tussendoor, oh ja, en ik heb alles wat ik hier nu vertel, heb ik van Wikipedia geplukt. De bron van de oneindige kennis. Ja. Ja. Maar ik meende dat Erik Meijer ook Haskell. Ja. Ja, Maar want je hebt natuurlijk verschillende plekken waar het is ontwikkeld, maar uiteindelijk is de compiler, de Glasgow Haskell ja. compiler, dat is wel de meest gebruikte ook. Ja. Tenminste nu, en je ziet dat ook, dat steeds meer gebruikt wordt in de industrie en dat er ook steeds meer behoefte aan Haskell-programmeurs komt. Ja. Ja, dus dat echt dat functioneel programmeren, dat was misschien 20 jaar geleden was dat nog echt een niche, Ja. maar je ziet dat nu steeds meer gebruikt worden. In bedrijfssettings ook. Ja. Ja. Ja, daarmee is het lijkt het succesvoller dan het logisch programmeren. Nou, niet, nou, zou ik niet zeggen hoor. Nee? Want logisch programmeren, voorbeeld daarvan heb je ook databases. En de Oh ja. querytalen zijn ook voorbeelden van logisch Ja, dat is waar. declaratieve Maar dat is dan toch wel programma's. meer special purpose. Ja, 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 ja. Ja. Want ik weet wel in ieder geval, maar dat is alweer een hele tijd terug, had het wel een enorme belofte. Interessant genoeg ook in de context van AI. Dat was die fifth generation programmeertalen. En Japan was met name een voortrekker in het ontwikkelen van logisch programmeertalen met als doel toendestijds al van AI. Maar dat was meer niet de AI zoals nu gebaseerd op machine learning en in wezen statistiek, maar gebaseerd meer op het redeneren. Toen was de
was het, het doel om ja, machines te laten denken. Ja, En dat die toen was intelligentie nog redelijkheid, ja, hè? En in de nieuwste AI-golf is die redelijkheid, de die hele is ook weg. uitlegbaarheid is weg. Ja. Dan is het maar rauwe statistiek en Ja. machine learning, ja. Maar dat heette volgens mij dat de fifth generation programmeertalen. Oké, ja. Maar dat heeft ja, je noemde inderdaad querytalen als voorbeelden van logisch programmeertalen, maar dat nogmaals, dat is meer special purpose. General purpose laat het een beetje afweten. Maar wat dus wel interessant is, als we Waarom? Waar, terugkomen ja, precies. op dat begrip substitutie, Juist. op de keper beschouwd zijn alle declaratieve talen, basisberekeningsmechanisme of model, is gebaseerd op substitutie. Bij logisch programmeren zie je dat heel expliciet, want dan je hebt een prolog goal, dat zijn grofweg een stel ja, predicaatlogische atomen. En een programma is dan een stel clauses met wat heet een head, wat ook weer een atoom is, en een body. En wat je eigenlijk de hele tijd doet, is een atoom uit je goal proberen te matchen met de head van een clause door unificatie. Wat heet dan een most general unifier. Je probeert die argumenten van die twee atomen aan elkaar gelijk te praten. En dan vervang je de atoom in die goal door de body. En dan zo ga je in principe maar verder. Maar Dus dit principe van substitutie, dat echt de drijfveer is van de berekening, zie je ook al terug in al de lambda-calculus. En in de lambda-calculus heb je daarin de beta-reductieregel, waarin je dan als je de applicatie hebt van aan de ene kant een lambda-term en aan de andere kant een andere term, ja, dan substitueer je dus eigenlijk het argument in de body. En zo blijf je stappen zetten. Want dat is. Waarom kan je die substitutie als een basismechanisme definiëren? Ja, omdat zowel logisch programmeren als Haskell blijft helemaal puur op het niveau van syntax. We zeggen, een logisch programma is een syntactisch ding. En die transformatie van die goal gaat dus door middel van substitutie. Maar zo'n functiebody is ook gewoon een syntactisch ding, waar de argumenten zijn variabelen die daar op plekken voorkomen. En ja, die vervang je gewoon door de actuele argumenten. Dus alles speelt zich puur op syntactisch niveau af. Je hebt geen concreet geheugen. Je hebt geen geheugenlocaties die veranderd worden. Ja, alhoewel, je hebt dus natuurlijk dan ook de. Hè, bijvoorbeeld, volgens mij zijn er wel functionele programmeertalen zoals Lisp die daar wel primitieven toevoegen. Ja. Waarmee je dan wel weer dan geconfronteerd wordt met dat het op een machine uitgevoerd wordt waar geheugenlocaties bestaan. Hè, waar je bijvoorbeeld ook Ja, maar pointers dat kan zijn dan hebben. inderdaad, dan ga je al weg van het pure. En Ja, dat zijn klopt. Want je hebt het over de pure ja, functioneel programmeertalen, ja. zoals bijvoorbeeld Haskell. Ja, Hè? Ja, ja. ja. En daar kan je eigenlijk, hoef je niets te weten over hoe het uitgevoerd wordt. Nee, Dat kun je al precies. helemaal begrijpen als je puur op de syntax blijft. Ja. En de berekening zie je als het continu blijven substitueren in het Ja. geval van applicaties. Ja. Ja, en dan is dat wel interessant daaraan toe te voegen van wat we constateerden over de populariteit van declaratieve talen als Haskell en ja, de toch wat beperktere populariteit van logisch programmeertalen. Als je dat op een afstandje bekijkt, met name wat ik met de eerste college zei, de problematiek van programmacorrectheid voor imperatief programmeertalen in ieder geval is, ja, je hebt twee dingen, het wat en het hoe. Het programma is het hoe en de specificatie van wat het doet is eigenlijk van een hele andere orde. Je ziet niet direct af aan een programma wat het doet. Daarentegen, dat is het idee van declaratief programmeertalen wel. Eigenlijk een declaratief programma valt eigenlijk samen met zijn wat. Je vraagt niet af wat een functie doet. Die beschrijving is een wat al. En precies ook met een logisch programmeertaal. Dus de notie van correctheid, als die al bestaat,
is een hele andere dan in imperatief. Eigenlijk veel ja, minder. Dus er is niet zo'n grote discrepantie tussen het wat en het hoe. Eigenlijk helemaal niet. Dus je zou eigenlijk zeggen, dat zou juist de populariteit. Dat zou juist die declaratieve talen juist populairder moeten maken. Omdat je dat probleem niet hebt van je moet nog eens een keer je programma correct bewijzen. Maar wat nou het probleem is in de praktijk, is wat jij ook al zei, van ja, de implementatie van een proloogprogramma, met name bijvoorbeeld een proloogprogramma, maar ook van een functioneel programma, de programmeur is totaal afgeschermd van de implementatie van die programmeertaal. Van de buitenwereld, hè? Ja, wat Ja. bijvoorbeeld Proloog doet in Ja. feite, in de kern, is dat een of ander zoekalgoritme. Ja. Want Ja. je hebt verschillende keuzes, tussen welke je hebt verschillende matching clauses en welke je kiest. Ja, dat genereert dus een zoekruimte. En er zijn ja, allerlei zoekalgoritmes. Maar het probleem dan is ja, efficiëntie. Want de programmeur heeft geen controle over dat zoekalgoritme. Er is één algemeen zoekalgoritme wat ja, dan wel in het algemeen werkt voor willekeurige programma's. Maar je kunt dus voor een concreet programma niet fine-tunen. Niet zoals in C. Met andere woorden, je kunt niet hacken. Ja. Nee, je kunt niet hacken in Prolog. Nou ja, in later, wat jij ook zei, later worden er allerlei toch meer imperatieve features. Ja, omdat er klachten komen, ik kan mijn Ja. algoritme niet efficiënt Nee, uitdrukken. nee. En dan gaan de ontwerpers van dat soort talen nadenken, ja, we moeten Ja. toch wat. Ja, ik En heb geen dan, controle over mijn ja. zoekalgoritme. Je hebt de bekende cut-operatie in Prolog bijvoorbeeld. Er zijn allerlei varianten verzonnen om de programmeur controle te geven over het zoekalgoritme. Om ja, toch meer efficiëntere programma's te maken. Of in ieder geval specifieke eigenschappen van je programma te gebruiken om het efficiënter te draaien. Maar dat is dus de trade-off. Hoe noem je dat in goed Nederlands? De keerzijde van de declaratieve programmeertalen. Enerzijds de wat. Programma is het wat. Maar de implementatie van het programma, hoe het uitgevoerd wordt, daar is de programmeur helemaal van afgeschermd. Ja, en in de praktijk betekent dat je moeilijk als programmeur kunt komen tot programma-optimalisaties. Ja, Dus dat. maar dan denk ik, wat als die functionele programmeertalen zo geschikt zijn voor het beschrijven van het wat. En wat wij hier nu zien, is dat voor programmacorrectheid hebben we de toestanden. Dus je begintoestand, programma eindtoestand. Kun je dan niet bijvoorbeeld je functies die je definieert in de functionele programmeertaal dan gebruiken om je toestanden te beschrijven? Ja, Want dan kun je dus heel goed uitdrukken wat het programma hoort te doen. In een zeg een functionele taal. Maar omdat je niet de controle hebt over de efficiëntie in zo'n functionele programmeertaal, nou dan schrijf je daarna je imperatief programma. En dan verifieer je of je imperatief programma voldoet aan de specificatie die je eerder al hebt gegeven in een functionele taal. nou, sterker nog, ja, in dit college gaan we daar niet maar zijdelings, dat staat trouwens wel in het boek, wordt daar meer op ingegaan, namelijk over de semantiek van die programmeertalen. Want ik gaf een informele semantiek aan correctheidsspecificaties van als begintoestand waar is, bla bla bla. Nou ja, dat is een talige uitdrukking, er is nog geen formalisatie daarvan. En zo'n formalisatie neemt natuurlijk ook mee dat je de notie van een berekening moet formaliseren van een programma. Dat wil zeggen de semantiek van een programma. Dan is dat op zich al een heel college over geven van ja, wat is semantiek van een programmeertaal? Veel mensen zullen zeggen van nou ja, semantiek, dat is voert het programma uit. Hè? Dat is de executie van een programma. Dat Ja. wil zeggen, maar als je dan dieper gaat, ja, dat wil zeggen bijvoorbeeld, wat is de semantiek van een programma, van een Java-programma? Is dat de machinecode gegenereerd door de compiler? Want dat is uiteindelijk wat uitgevoerd wordt. Nou, als je de semantiek van een Java-programma definieert in termen van zijn machinecode,
Nou, dan ben je wel ver af van het idee, eigenlijk het hele idee van hogere programmeertalen, die ons mensen juist in staat moet stellen om meer inzicht te geven en het programmeren meer beheersbaar te maken. Ja, En dat is. wat stelde zou dan bijvoorbeeld in zo'n compiler een foutje zitten en de semantiek van een programma wordt bepaald door de compiler en hoe de machine uitvoert, Dat is. dan is het not a bug, it's a feature. Ja, dan. Hè? En dan moet je precies weten hoe die hele compiler in elkaar zit en precies weten hoe Ja. die hele low-level architectuur van je processor waar je het op uitvoert werkt, Ja. om überhaupt te kunnen weten wat de betekenis is van een programma. Dus Ja. dat kan niet de route zijn, inderdaad. Nee, want eigenlijk een compiler kan niet fout zijn. Dan niet, nee. Nee, want Nee. wie bepaalt of een compiler correct is? De correctheid van een compiler kan je eigenlijk dus alleen echt. Je kunt eigenlijk alleen spreken van de correctheid van een compiler als je los van die compiler een formele semantiek hebt, een aparte semantiek. En ja, dat kan ook niet zijn de Java-documentatie. Dat is zo ambigu, dat is geen formele semantiek, dat is ambigu. Nou, en nu kom ik terug op jou, dat inderdaad wat jij aanvoerde over die functionele talen. Er bestaat zoiets, je hebt verschillende. Dat is een hele tak van sport in de theoretische informatica, de semantiek van programmeertalen. Wij behandelen nou de bewijstheorie van programmeertalen. Of een programmeertaal, maar je kunt torenhoge stapels van artikelen geschreven over semantiek van programmeertalen. En in het algemeen onderscheid je operationele semantiek en denotationele semantiek. En operationele semantiek, daarmee beoog je vrij een abstractie te geven die vrij dicht staat bij eigenlijk het idee van toestandsveranderingen en het stapsgewijs uitvoeren van verschillende instructies. Maar de denotationele semantiek beoogt meer een compositionele semantiek te zijn. Die geeft de semantiek van een programma, van een samengesteld programma, in termen van de semantiek van zijn onderdelen. En heel veel, en ook bijvoorbeeld van ons Bijltaaltje, zou je bijvoorbeeld een semantiek, denotationele semantiek kunnen geven in termen van bijvoorbeeld Haskell. Je zou een functioneel programma kunnen schrijven die de denotationele semantiek van onze taal weergeeft. Die gegeven een willekeurig programma de input-output gedrag gewoon beschrijft als een functie. Ja. En ja, dan zou je ook kunnen zeggen, wat je ook zei, van, ja, je zou dan eigenlijk ook als startpunt van je specificatie kunnen nemen een functie, namelijk, en dan stap voor stap die functie implementeren als een imperatief programma, waarbij dan de relatie is dat die functie beschrijft dus eigenlijk de denotationele semantiek van je gegenereerde programma. Ja. En waarom doe je dat? Nou, hè, je doet dat niet alleen omdat het zo leuk is om een imperatief programma te hebben. Nee, om mogelijk controle te hebben over mogelijke optimalisaties. Ja. Maar je hebt dan wel in ieder geval garantie van correctheid als je bijvoorbeeld ook die optimalisaties doet door middel van bepaalde programmatransformaties die al bewezen correct zijn. En dat is ook inderdaad een manier om programmacorrectheid, dat heet dan meer, ja, hoe noemen we dat? Correct by design. Ja. Ja, wat wij doen is, oké, je hebt een programma geschreven, je hebt een specificatie, bewijs het nou. Maar het zou natuurlijk in de praktijk veel beter, of klinkt het veel beter, als je de correctheid al meeneemt in de constructie van het programma. Maar Ja, dus dat wil zeggen, voordat je überhaupt begint met programmeren, heb je al in je hoofd wat zou nou de functie zijn en hoe zou die opgeschreven worden. En als je dat in je hoofd hebt, en misschien kan je dat zelfs ook al eerst opschrijven, pas dan echt begint met programmeren in imperatieve programmeertaal. En dus dat je al weet wat het programma moet gaan doen. En dan is het inderdaad een kwestie, nou, als ik al die stappen, als ik daar nou garandeer dat mijn correctheid geldt. Dan kan ik bij constructie inderdaad een programma geven die correct is. En zou dit ook wat je had dat in de eerste video ook gezegd, hè? Dat Dijkstra had het dan over, ik weet niet precies wat je
wat je zei, maar dat je. Nou, nu zit ik. Nee, ik ben vergeten wat ik wilde zeggen. Ah. Ja, daar staat hij dan over de testen. Maar in ieder geval, die relatie tussen dat functionele programmeertalen en de semantiek van de imperatieve programmeertalen, dat is inderdaad dat is een hele interessante. En dat wordt ook her en der wel toegepast. Maar daar weet ik niet zoveel van af. Maar we hadden bijvoorbeeld over dus de keerzijde van de pure declaratieve van functioneel, met name logisch programmeren. En anderzijds het mogelijke optimalisaties van imperatieven. Maar wat ik weet, alleen maar van weet bij naam, is het begrip monoids is een belangrijk begrip in de wereld van de Haskells. Monoids zijn dan weer de lijken. Nee, sorry. Een monoid is een monoid, hè? Ja. Maar dat Ik bedoel een monoid. Ja. Die geven een soort encapsulatie van binnen een functionele context van toestandsverandering. Ja. Maar details weet ik daar niet van, maar daar zie je dus ook. Dat je binnen die wereld van functionele programmeren toch ziet naar uitbreidingen in van richting imperatieve stijl. Ja, wat bijvoorbeeld stel je hebt een wat voor imperatief programma's heel makkelijk uit te drukken is als je bijvoorbeeld instructies geeft aan de buitenwereld. Op dit moment laat een lamp branden en op dat moment zet je de lamp weer uit. Invoeren, uitvoeren. En dat is een dingetje bij functioneel programmeren. Ja, en dus die notie van tijd, als je een imperatief programma bekijkt, zie je, eerst dit, dan dat. Dus die tijd, die loopt daar lineair doorheen. Ja. En dan kan je nog wel enigszins bij voorstelling maken. Maar omdat bij die functioneel programmeertalen, omdat het dus ook meer declaratief is. Ja. En dus wat je net ook al zei over dat de programmeur geen controle heeft over wat nou de volgorde bijvoorbeeld is van het uitvoeren van de expressies. Nee, het is ook niet inherent sequentieel. Je kunt de argumenten die zelf ook weer samengesteld zijn, kun je bijvoorbeeld weer parallel evalueren. Ja. En omdat dat als programmeur heb je dus geen duidelijke volgorde meer van wat gebeurt eerst en wat gebeurt daarna. Ja. Dus als je dan een instructie wil geven, bijvoorbeeld zet nu de lamp aan en daarna een instructie wil zetten, zet nu de lamp uit, dan zie je niet in een functioneel programmeertaal wat nou eerst gebeurt en wat daarna. Ja. En bij een imperatieve programmeertaal heb je die tijd veel duidelijker in beeld. Ja. Maar met die monads kun je dat ook in de context van functioneel programmeren voor een gedeelte beschrijven. Klopt. Maar normaal daar weet ik niet de details van, maar dat is wel een interessant onderwerp. Oké, ik denk genoeg geleuterd. Ja. Laten we verder gaan met het vervolg van het college. Ja, dat is goed. Ja.